Bart. Hey, wat is het met die tafel? Ja, het is ons werkplatform in de wijk. Dat klinkt mooi. En Harmen die heeft zoveel gekweekt dat we het gewoon en masse de wijk in rijden. Gaan we alle geveltuinen vullen? Nou, die bijvullen. Ja. Een beetje onderhouden, water geven, want het is natuurlijk zomer, dus alles droogt goed uit. Dus iedereen die moet er even weer op gewezen worden dat het extra water moet hebben. Die plantjes die geven we ook gewoon weg. Die mogen mensen ook gewoon achter de huizen zetten, want voor de huizen is de wijk al best wel groen. Nee, die mensen hier geven ze ook water. Ja, deze hebben een slang, dus die geven af en toe wel water. Voor mij is het uiteindelijk toch een beetje betrokkenheid genereren door middel van groen. Maar het ziet er weer droog uit, hè? Dus we komen af en toe even wat enthousiasme erin poepen. Ja, dit ziet hier lekker fris uit hoor, toch? Exotisch. Exotisch, ja. Maar de moskee werkt er altijd wel goed mee, hoor. Ja, maar dit is toch geen moskee, of wel? Dit is de moskee. Oh, de moskee. Ja. Oh ja. Hij staat daar. Ja, dag. Hey, en wat gaan we hier? Dit wordt ook groener. Dit wordt ook groener. Ja, we hebben al met een paar partijen gesproken. Dan wouden we daar een hele grote pergola zetten. Ja. Dat het plein zeg maar ook vergroent. Zeker vanaf de straatzijde. Dat je hier erin kijkt en dat je gewoon een groene oase ziet. En dit is natuurlijk de route van Bloemhof naar de markt. Dus die moeten we eens goed aanpakken. Het zijn wel een prikbosje hier. Maar ja, als je hierboven kijkt, dat past er wel bij. Het is nog een stukje oud Bloemhof, zeg maar. Waar het alles nog even samenkomt. Ja. En dat symboliseert dat bosje. Ja, die is de overgang naar de zachtere planten. Als mensen betrokken zijn bij de wijk, dan ziet alles er beter uit. Dan wordt er beter voor elkaar gezorgd. Dan wordt er beter voor de plantjes gezorgd. Er wordt overal voor gezorgd. Als er beter wordt gezorgd, wat gebeurt er dan? Als er beter voor plantjes en mensen wordt gezorgd? Dan kijken mensen meer om zich heen. Worden ze volgens mij gelukkiger, gezonder. Meer betrokkenheid bij de kinderen. Ja, dan is het cirkeltje gewoon steeds meer rond. Nou, je hebt gewoon een 8, vind ik. Ik vind dat Bart gewoon een 8 heeft, hoor. Ik met onderwijs. Jij hebt, vind je niet? Bart heeft gewoon een 8. Je hebt het heel goed verwoord. Hey, dankjewel.